Het seizoen is inmiddels echt begonnen en zowel de eerste overwinningen als de eerste nederlaag zijn een feit. Henk Vrezer blikt kort terug en geeft zijn analyse. Ben je tevreden over de eerste wedstrijden van het seizoen? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat Vitesse op zich teken voor een gelijkspel. Dus dat is op zich wel een goed resultaat. Ik denk met een beetje geluk, of dat terecht was geweest, dat weet ik niet. Maar met een beetje geluk maak je de 3-1. En dan moet ik het nog zien. Dan is de paniek misschien bij hun wat groter. De wedstrijden daarna, ja, nou ja, RKC heeft een hele goede start. Dus ik denk dat iedereen daarmee kan leven. Hoewel dat een wedstrijd was van tevoren die we eigenlijk wel hadden gerekend om te winnen. Erop hadden gerekend om te winnen. VVV vorig jaar natuurlijk verloren. In een fase waar het wel heel nodig was om te winnen. En nu hadden we zoiets van, ja, daar moeten we wel de punten kunnen pakken. Ja, Groningen was wel een domper. De meest terechte uitslag was een gelijkspel geweest. Ik denk dat Groningen toch wel iets te veel gehad heeft. Wat probeer jij nu aan die jonge ADO-spelers mee te geven als advies? Nou, kijk, je probeert met name jouw ervaringen, de zaken die jij hebt meegemaakt als speler, naar hun over te brengen. En ja, wat zij ermee doen, dat is aan hun. De mooie dingen en de minder mooie dingen. Ik bedoel, zeker als je naar mijn jeugdige jaren kijkt, dan was het vaak toch wel onbesuisd. En dat probeer je met name de verdedigers aan te geven, dat niet meer van deze tijd is. Je moet op een hele andere manier verdedigen. Maar in het algemeen geef je de jonge jongens aan wat er nodig voor is om zo lang mogelijk prof te blijven. En tijdens de wedstrijd, fans, is de druk nou groot voor de spelers op het veld? Nou ja, kijk, ik denk dat de druk bij ADO op zich de laatste jaren, en dat is niet meer dan terecht, hè, want de club is, ik heb het mee mogen maken, zeg maar, de promotie onder Vloed, het lijfsbehoud onder Wetzel. Daarna ben ik wel weggegaan, maar ook weer in de Eredivisie gebleven onder Attenveld en later, ik meen, Stijn. Dus ja, dat soort zaken heb je allemaal meegemaakt. Dus je hebt een groei meegemaakt bij deze club. Vorig jaar, of het jaar daarvoor, zeg maar dus met Van der Brom en Stijn, zelfs Europees voetbal. Ik denk dat de realiteit wel is dat als je de laatste 20 jaar nagaat, dat eerder uitzondering is dan regel. Maar we zijn wel keihard aan het werken met z'n allen in zijn totaliteit. Of het nou van de Kallenbeiersbergen, nu Driebergen, maar ook met de trainers Van der Brom, Stijn, noem maar op. Om daar naartoe te werken, om zeg maar vast in het linkerrijtje te komen. Maar dat gaat niet in één jaar gebeuren. Een bepaalde structuur zal er moeten zijn en een bepaalde ontwikkeling. En daar zijn we keihard met z'n allen mee bezig. Ja, er is nu ontwikkeling. Tjeroen Cherie heeft volgens mij een fantastische seizoenstart meegemaakt. Die heeft nu toch wat last van dingen die hij in de pers gezegd heeft. Waardoor die nu toch een beetje wordt afgerekend. Niet terecht, denk ik. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, het is tweeledig. Kijk, ik denk nogmaals dat de club groter wordt of beter wordt, zich aan het ontwikkelen is. Dan houdt ook in dat de supporters meer gaan eisen. Ja, dat is niet meer dan logisch. Wij gaan als trainers meer eisen, de supporters gaan meer eisen, de spelers gaan van zichzelf meer eisen. Nou, Cherie is denk ik een heel goed voorbeeld van iemand die vorig jaar een uitstekende groei mee heeft gemaakt. Een van de grotere talenten denk ik in de Eredivisie. Dit jaar is het aan hem om die lijn door te trekken. En daar horen allerlei zaken bij. Het is voor hem al heel zwaar om zich zeg maar de volgende stap weer te maken. Want je moet nu een speler worden die niet meegaat, maar waarschijnlijk ook op een bepaalde manier leiding gaat geven. Nou, dus dat is iets waar hij mee bezig is. Wij als trainers zitten hem achter zijn vodden aan om zeg maar te ontwikkelen. Dus het is ook logisch dat die supporters meer van hem gaan eisen. Nou ja, ik denk als sporter dat je altijd heel verstandig daarmee om moet gaan met wat reëel is wat mensen van je verwachten. En soms moet je ook omgaan met misschien niet helemaal terechte kritiek. Ja, dat hoort er ook bij als topsporter. Je bent ook nauw betrokken bij Jong Oranje. Is dat voor jou te combineren? Is dat lastig? Nee, dat is uitstekend te combineren. Nogmaals, ik denk dat Jong Oranje een heel ander verhaal is. In die zin dat je met super talentvolle jongens daar speelt. De entourage is jammer genoeg nog niet zoals wij bijvoorbeeld met Den Haag thuis spelen. Dat zou helemaal mooi zijn, denk ik, voor de ontwikkeling. Maar goed, dat zijn ook jongens die vrij vaak toch wel primair kunnen reageren. Maar dat is de leeftijd. Dus ik denk dat we van beide kanten, in dit geval als ik weer de link mag maken naar Cherie, dat we van beide kanten wat meer begrip voor elkaar moeten hebben. Als ik kijk, je had het over mijn jeugdjaren of mijn jongere jaren. En dan kan ik alleen Feyenoord als voorbeeld nemen. Wat min of meer een vergelijkbare club is, denk ik. Misschien is Feyenoord op dit moment nog steeds wat groter natuurlijk. Maar het is wel vergelijkbaar. Het zijn clubs, volksclubs. En,
En ik denk dat je als speler, zeker als jonge speler, de volledige steun nodig hebt van je publiek. Als je kijkt naar de wedstrijd Feyenoord tegen Praag, komt Feyenoord 2-0 achter zelfs. En dat is iets waar ik nog steeds kippenvel bij krijg. Want dat is de extra stimulatie die je nodig hebt om in de wedstrijd te kunnen komen en te blijven. En misschien wel zelfs de volgende stap te maken om nog alsnog te winnen. En ik moet zeggen, dat is het enige wat ik nog mis bij deze club. Ik vind het waanzinnig om hier te werken. Ik heb het onwijs goed naar mijn zin. Ik denk dat we keihard alle steun nodig hebben van het publiek. In dit geval van Sherry. Nou, dat werkt van twee kanten. Dankjewel. En zowel met ADO Den Haag als met Jong Oranje, heel veel succes. Ja, alles best lief. Tijdens de wedstrijd tegen...